de A73 is dinsdagochtend een groot ongeluk gebeurd. Daarbij waren twee vrachtwagens, twee personenauto's en een bedrijfsbusje betrokken. Een van de inzittenden is overleden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval, zo vertelt de woordvoerder. Dat wordt op dit moment door de FOA, oftewel de verkeersongevallendienst van de politie, uitgezocht. En dat er al mogelijk later een beeld van komen. Ja, de reizigers worden omgeleid vanuit het zuiden via de A50, A2 en de A76. En in de omgeving van Nijmegen hebben we behoorlijk wat verkeersopstoppingen. En van daaruit, ja, daar moeten we gewoon lokaal de informatie opvolgen van of politie die in grote getale aanwezig is om het verkeer om te leiden. Of van de bording wat er staat. Okay. Kunt u een tijdsindicatie geven? Hoe lang, we moeten vanuit gaan tot rond de klok van 5 uur zeker de A73 afgesloten is van zuid naar noord. En mogelijk ook half van zuid naar noord naar zuid. Oké, okay, dus de avondspits heeft er nog wel last? De avondspits zal er mogelijk wel last van ondervinden. Okay. En zeker als het in de omgeving wat vastloopt. Oké. Okay.